Als alle orkestleden aanwezig zijn, is het wachten op de dirigent, zodat het concert kan beginnen met de wals van Strauss. Is iedereen aanwezig? Nog één. Wim. Hey, afspraak. Andere kleren aan. Hij schijnt het verkeerde tenue te hebben. Het wachten is op de dirigent. Ik kan er ook van alles op, hoor, die markt hoor. Zoals elk jaar opnieuw is Strauss ondenkbaar weg te denken uit het nieuwjaarsconcert. Voordat het orkest verder gaat met de Radetzky-mars, onder velen van u bekend als de Titicon-mars, en let u daarbij vooral op de aanwijzingen van de dirigent die u helemaal bij zal dragen. Maar nu eerst de traditionele nieuwjaarswens van dirigent en orkest. Philharmonica wünscht Ihnen Glück auf!
luisteraars, dit lijkt niet meer op een nieuwjaarsconcert, een klassiek concert. Dit heeft meer weg van een wilde carnavalsband. Ja, oké. Okay. Ik krijg zojuist van de regiekamer door. We gaan het concert besluiten met, ja helaas, maar het zal besloten worden met het duet uit de Parelvissers. Ook hierbij mag u op teken van de dirigent uw volledige medewerking geven. Ik neem vast afscheid van u en ik hoop dat ik u volgend jaar, volgend nieuwjaarsconcert weer allemaal mag verwelkomen. Dank u.